In Amerika noemen ze het al jaren de Battle for the Last Mile. Oftewel, hoe gaat in de toekomst het laatste deel van pakketbezorging worden uitgevoerd? Grote multinationals als Amazon, Walmart, DHL en UPS testen hiervoor onder meer met het inzetten van drones. Tegelijkertijd werken in Europa partijen op deze manier aan het vervoeren van medische goederen, ook in Nederland. In deze video kijken we daarom hoe het staat met de ontwikkeling van drones op dit vlak en hoe realistisch het toekomstbeeld van deze transportvorm nou eigenlijk echt is. Om antwoord te vinden op onze vragen brengen we een bezoek aan een paar hoofdrolspelers. Bij Evi maken we kennis met hun transportdrone. Dit is de Evi Era, een drone die verticaal opstijgt en horizontaal vliegt. En bij innovatiecentrum Space 53 horen we welke twijfels nog moeten worden weggenomen. Ik heb nog geen rekensom gezien waaruit blijkt dat een transport per drone per definitie goedkoper is. Dat is natuurlijk ook per definitie niet zo. Er zullen situaties zijn waarin dat kan. Ook in Nederland en omringende landen wordt er dus getest met transportdrones. Een van de initiatieven richt zich op het vervoeren van medische goederen. Dit gebeurt onder de naam Medical Drone Service, wat een samenwerking is tussen ANWB en PostNL en bedrijven uit de medische sector. En wat we momenteel aan het testen zijn, is of we medische goederen van A naar B kunnen vervoeren. Bijvoorbeeld van ziekenhuis naar ziekenhuis of van bloedbank naar ziekenhuis. Om te kijken of dat bijvoorbeeld sneller of makkelijker of goedkoper zou kunnen dan met bijvoorbeeld een helikopter of over de weg. Met als doel om uiteindelijk de zorgen betaalbaarder te maken, toegankelijker te maken en misschien zelfs een klein beetje goedkoper. Dat kunnen verschillende soorten goederen zijn. Meestal de verbeelding spreken is misschien bloedsamples. Bloedsamples wil je, na het bloed prikken van een patiënt, wil je eigenlijk zo snel mogelijk zo'n bloedsample onderzoeken op bepaalde waarden. Soms is daar echt wel spoed bij. En dat onderzoeken, dat gebeurt niet altijd op dezelfde plek als waar het bloed geprikt wordt. Denk bijvoorbeeld aan de Waddeneilanden. Daar zou je in principe bloed kunnen prikken, maar je kunt daar niet onderzoeken. Daarvoor moet dan de bloedsamples vervoerd worden naar het vasteland. Dat gebeurt bij geen spoed, bijvoorbeeld nu met de boot. En bij wel spoed wordt vaak de hele patiënt meegenomen naar het vasteland met een helikopter. Dus ja, daar moet je aan denken, aan bloedsamples. Laat ik het zo zeggen, goederen met spoed, medische goederen met spoed. Een van de testroutes gaat van een ziekenhuis in Zwolle naar een in Meppel. Daarbij wordt op 100 meter hoogte met een kruissnelheid van 70 km per uur gevlogen, waardoor de vlucht 15 tot 20 minuten duurt. En de route is ongeveer 20 km lang. En beide ziekenhuizen staan aan de rand van de stad. Dat is voor ons belangrijk, omdat we momenteel nog niet mogen en kunnen vliegen over bebouwd gebied. Daarom willen we eigenlijk zo snel mogelijk richting sparsely populated areas, zoals wij het noemen. Dus gebieden waar relatief weinig mensen in wonen. Momenteel vliegen we nog niet de hele route. En dat heeft er eigenlijk mee te maken dat we op bepaalde plekken nog obstakels tegenkomen. Bijvoorbeeld hoogspanningskabels. We zijn momenteel bezig om te kijken onder welke voorwaarden we daar overheen kunnen vliegen om dat veilig te doen. Dus tot op heden vliegen we eigenlijk nog van weiland net buiten Meppel naar een weiland net buiten Zwolle, ongeveer 16 kilometer. In de toekomst moet dat dus van ziekenhuis naar ziekenhuis zijn. Ready. De drone die voor deze testen wordt gebruikt is een combinatie tussen een fixed wing systeem en een multirotor. Met de vier quadrotors stijgt hij verticaal op, waarna hij met alleen de pushermotor en de vleugels zijn route vliegt. De motoren hebben een gecombineerde power van 4 kW. En daarop zitten 16-inch propellers die tot maximaal 8000 toeren kunnen ronddraaien. Met deze constructie zou die minder energie moeten verbruiken dan meer traditionele drones en sneller en verder kunnen vliegen. De drone wordt ontwikkeld door het Nederlandse Evi, dat sinds 2016 bestaat. Ja, we hebben hier een aantal onderdelen. We hebben een groot aantal hatches op ons toestel waar we toegang hebben tot alle componenten die we meenemen. Hier zie je er ook een aantal liggen zoals ze er van de binnenkant uitzien. Dit is bijvoorbeeld een LiDAR systeem. Die zie je hier zo op het toestel ook. Dus daar zitten twee lensjes op. En die meten eigenlijk continu de afstand tot de grond. Dus tijdens het landen en het opstijgen weten we daardoor iets preciezer hoe hoog we boven de grond vliegen. En dat zorgt dat we eigenlijk altijd heel netjes zachtjes kunnen landen. Ook als we dat doen op een verhoging. Dus bijvoorbeeld bovenop een gebouw landen of als we bovenop een dijk landen. Dan weten we toch precies hoe hoog we zijn. Hier zie je een GPS. We gebruiken verschillende positioning systemen, dus GPS, Baidu, GLONASS, om nauwkeurig onze positie te bepalen.
Hier zie je ook onze ADS-B transponder. Dat is een transponder om ander luchtverkeer op te pikken. Zodat we altijd op de grondstation ook inzage hebben in luchtverkeer wat in de buurt is. En een radiomodule om direct met onze drone te communiceren. Diverse antennes, we hebben hier LTE-antennes. Koeling voor de ESC, voor de speed controller. Steekt buiten de drone, omdat we dan de goede luchtflow er langs hebben. En hier voorin zie je ook onze airspeed sensor, ofwel een pitotube. Daarmee weten we altijd hoe hard wij vliegen, omdat we daarvoor niet GPS-data kunnen gebruiken, omdat dat onze ground speed zou meten. Maar we willen ook weten hoe hard we ons in door de lucht verplaatsen, omdat dat belangrijk is voor dat we nog door de voldoende lift halen uit het voorwaarts vliegen. Ja, we maken steeds meer zelf. Toen wij begonnen kochten we nog heel veel componenten in. Er zijn nog steeds componenten die we inkopen. Bijvoorbeeld de motoren bouwen wij niet zelf. Die kopen wij in. Maar we ontwikkelen eigenlijk alle software die op het toestel draait. We produceren steeds meer van de elektronica aan boord, ook volledig zelf. En dat is vooral om meer controle te hebben over de kwaliteit die we willen leveren. En ook om klaar te zijn om gecertificeerd te worden in een later stadium. De AV-ERA kan volledig autonoom opereren. In de praktijk komt het erop neer dat een operator vooraf een bestemming invoert, een vliegroute uitstippelt en dat na het starten van de missie het toestel deze zelf uitvoert. De operator kan wel altijd handmatig ingrijpen, bijvoorbeeld in het geval van ander onverwacht luchtverkeer of als de landingsplaats nog niet vrij is. In de toekomst hoopt AVI de autonomie verder op te rekken, zodat de drone zelf alternatieve routes kan plannen op basis van informatie die beschikbaar is. En daarnaast is het wel zaak dat ook de operatie eromheen verder wordt geautomatiseerd. Vandaag de dag staan we zowel op plek A als op plek B waar we naartoe vliegen, staan we met een persoon die daar in de gaten houdt of het landingsterrein vrij is. Die zet bijvoorbeeld de weerstations op. Dat betekent dat je al twee personen nodig hebt. We hebben een piloot aan boord van onze auto op het moment. Dus er zijn best wel wat mensen nu betrokken bij deze operatie, maar dat is omdat het een test is. Uiteindelijk willen we toe, zoals je zegt, naar een situatie waarin we vanuit een Mission Control Center, zo noemen we dat dan, op een bepaalde centrale plek. Dat kan in Den Haag zijn. Daar hebben we momenteel in ieder geval een kleine faciliteit. Maar dat kan ook elders zijn. Overal ter wereld, maakt eigenlijk helemaal niet uit. Zolang er een internetverbinding is, kun je eigenlijk doen wat de piloot hier ook in dit busje achter mij doet. En die persoon die kan dan meerdere drones tegelijk besturen. Het idee is dan dat er op de plekken waar er geland wordt, dat die plekken bekend zijn. Dus dat je eigenlijk van tevoren weet wat de exacte locatie is, dat er een standaard weerstation staat, dat er automatisch de batterij geladen kan worden, dat soort zaken. Dus dat de operatie lokaal volledig zonder tussenkomst van mensen gedaan kan worden. En dan zou je in de toekomst met één piloot op een centrale plek, dus bijvoorbeeld Den Haag, een hele operatie van meerdere drones kunnen draaien. Het enige wat een persoon dan voorlopig dan nog zou moeten doen, is het laden en ontladen van de drone. En want uiteindelijk zullen de goederen er toch in moeten. We verwachten eind 2022 voor het eerst een reguliere route op specifieke tijden, onder specifieke voorwaarden te kunnen gaan voldoen. Dus denk aan mooi weer, 's nachts, op een bepaalde route, bijvoorbeeld Meppel, Zwolle. Pas daarna komt eigenlijk U-Space in de picture. Dus pas daarna kunnen we gaan nadenken over op een meer reguliere basis, dus bijvoorbeeld de hele dag of op meerdere routes met meerdere drones. En uiteindelijk is het idee dat in de loop van, ja, wij denken nu zo rond 2024-2025, U-Space en de hele sector, ook de techniek natuurlijk van de drone, zo ver geëvolueerd is, dat we vanaf dat moment kunnen gaan opschalen en echt een groot landelijk dekkend netwerk van drones kunnen gaan maken. Maar voor het zover is, zal er nog met een aantal uitdagingen moeten worden afgerekend. Denk bijvoorbeeld aan het weer, waarvan de invloed nog altijd een terugkerend thema is. Ook al maakt de drone relatief korte vluchten van maximaal een uur.
Wij denken dat we ongeveer tot 90-95% van de tijd in Nederlandse weerscondities kunnen vliegen. Maar daar zijn we ook nog niet. Dus daar liggen ook nog wel wat uitdagingen voor ons. De uitdaging zit hem vooral in de grote vleugels die we meenemen. Die creëren veel lift. Dus op het moment dat er windvlagen aankomen, dan kan het zijn dat het toestel iets meer de ene kant of iets meer de andere kant op gaat. En dat moeten we corrigeren met de rotors. Dus vooral bij het opstijgen en landen is het voor ons echt een cruciaal moment. En daar worden we steeds slimmer in, er steeds betere controlealgoritmes te ontwikkelen. Om daar beter en sneller op te kunnen reageren en daardoor onze windlimieten te vergroten. Op dit moment is wind denk ik wel onze grootste uitdaging. Op het algemeen vliegen we nu niet met regen. Dat is vooral uit voorzorg. En we hebben nu een toestel in ontwikkeling waarin we echt in alle weerscondities kunnen vliegen. Dus ook in harde regen. Daarmee rekken we de limieten verder op. En dat is echt ons target, 90-95% van de tijd. In de combinatie van weer en wind. Om de medische goederen te mogen vervoeren, moet aan strenge eisen worden voldaan. Daarom heeft Evi een soort koelbox ontwikkeld waarin het bloed precies tussen twee temperaturen kan blijven. En tijdens de vlucht kunnen deze waarden natuurlijk worden gemonitord. Een ander belangrijk aspect dat voor belemmeringen zorgt, is wet en regelgeving. Dankzij een Europese verordening is er sinds eind vorig jaar wel iets meer mogelijk. Ze mag nu boven mensen en binnen de bewoonde omgeving worden gevlogen. En heel belangrijk, zonder dat de piloot nog direct zicht heeft op de drone. Toch moet voor de proefvluchten nog wel een tijdelijke luchtruimsluiting worden verleend. Maar dat is natuurlijk geen houdbare oplossing voor de toekomst. Daarom werkt de Europese Unie aan een systeem dat ervoor moet zorgen dat dronevluchten veilig kunnen worden geïntegreerd in het luchtruim. Onder de noemer U-Space wordt een set van protocollen, technologieën en regels uitgewerkt. En pas als zo'n vorm van beheer van het luchtruim in gebruik is genomen, kunnen dit soort drone-operaties op afstand een grote vlucht nemen. Om erachter te komen hoe groot de kans is dat dit soort tests ooit gaan leiden tot daadwerkelijke operaties, bezoeken we Mark Sandelowski. Met zijn test- en ontwikkelcentrum op het oude luchtmachtterrein in Twente volgt hij de ontwikkeling binnen de gehele dronesector op de voet. Ten eerste denk ik dat er een vrij grote kans is dat veel van die bedrijven helemaal gaan afzien van van gebruik in Europa. Omdat het wel eens zou kunnen zijn, kijk, de meeste van die bedrijven zijn natuurlijk klein of het zijn opschalende bedrijven, die willen snel cashflow. En met de manieren waarop we dat in Europa doen, hè, de hele zorgvuldige aanvliegroutes van regelgeving en omstandigheden en dergelijke, zou het best kunnen zijn dat die bedrijven zeggen, nou weet je, laat Europa maar even. De markt in India is sowieso groter. Of de markt in Nigeria. Dus dat is maar even de vraag of we het überhaupt gaan zien. Daar ben ik best een beetje bang voor. Want ik zou het ontzettend jammer vinden. Want dat betekent ook per definitie dat het voor Nederlandse bedrijven heel moeilijk wordt om in die markt te infiltreren. Want dan is je eerste klant zit dus op 3000 kilometer afstand. Hoe ga je daar je product ontwikkelen? Ingewikkeld. Ik snap het, de zorgvuldigheid waarmee het Medical Drone Service project het aanvliegt. Daar zit natuurlijk ook een logistieke sterspeler als PostNL bij. Ze zeggen dus niet voor niks, we gaan daar een aantal jaren voor uittrekken, want zij weten hoe complex dat is. Ik denk dat het dan vooral ook complex is vanwege die achterliggende netwerkgedachte. Het moet niet een eenmalig vluchtje zijn wat dan 30 keer per jaar op en neer gaat. Het moet ook echt wel een onderdeel uitmaken van een hele infrastructuur. Dat kost tijd. Ik denk dat ze terecht inschatten dat het hele integratiedeel in het luchtruim en de toestemmingen krijgen, et cetera, dat veel tijd kost. En dat zijn elementen waar wij vanuit ons enthousiasme, vanuit een innovatiecluster, graag overheen stappen. Zo van, joh, we hebben het nu georganiseerd, dan hoeven we het alleen nog even toe te staan en dan mag het dan. We hebben alles al bedacht, hè? Overal zijn oplossingen voor bedacht, ook voor de veiligheid en de integratie in het luchtruim, hebben we allemaal technisch gezien al helemaal bedacht. Dus we hoeven het alleen nog maar even toe te staan. En ik denk dan dat de wat grotere organisaties, die we ook bijvoorbeeld in de Dutch Drone Delta daar nu actief zijn, die realiseren zich, ja, maar zo werkt het gewoon niet bij de autoriteiten. Die hebben een heel zorgvuldig besluitvormingsproces. Zij noemen het dan misschien wel zorgvuldig, ik zou zeggen traag. Maar dat gaat over zoveel schijven en er worden zoveel beren op de weg gezien. Dat het misschien wel realistisch is om te zeggen, nou dat duurt nog wel 3 tot 5 jaar. Maar noodzakelijk is het eigenlijk niet. Dit is in een jaar tijd prima op te lossen.
En over een jaar zouden we best heel veel kunnen zien. Maar dan moeten alle partijen wel gaan meewerken. En dat gaan ze niet doen, dat weten we nu al. Dus ja, dan 3 tot 5 jaar. Ik heb wel eens gezegd, en dat blijf ik ook nog wel zeggen, over in die periode van 3 tot 5 jaar hebben we straks evenveel drones in de lucht als bestelbusjes nu in de wijken. Ik denk nog steeds dat dat wel zo zal zijn. Maar ook bij Space 53 weten ze dat er in de dronesector meer van dit soort initiatieven zijn geweest die het toch niet hebben gehaald. Bijvoorbeeld omdat ze te ingewikkeld bleken te zijn of niet voldoende voorbereid. Wat is de business case? Het klinkt hartstikke leuk, vervoer met drones of een taxidrone. Maar wat kost het per kilometer nou en vergelijk dat nou eens met andere modaliteiten, vervoersmiddelen. Ik heb nog geen rekensom gezien waaruit blijkt dat een transport per drone per definitie goedkoper is. Dat is natuurlijk ook per definitie niet zo. Er zullen situaties zijn waarin dat kan. Maar die business case is nog vaak nog niet rond. Want wat moet die drone dan kosten als je er dagelijks mee vliegt? Kijk, voor die ene eenmalige demonstratie lukte dat wel. Maar wat kost het nou om het een jaar te doen? Met reserveonderdelen en de operator die erbij moet zijn en het beheer wat je eromheen hebt, et cetera. Dus die business case is denk ik 1. En natuurlijk, juridisch, hè, het moet allemaal maar mogen. En in de huidige regelgeving zijn er wel voorzieningen voor. Maar is het allemaal nog niet geregeld? En dus we zijn wat dat betreft... Nederland is een beetje... Ik weet niet of het specifiek voor Nederland is, maar ik merk het dan vanuit Nederland. We zijn erg risico-avers geworden. We willen het liefst ook van tevoren alle risico's buiten de deur houden. Code rood, omdat het ergens op de dag misschien gaat ijzelen. Ja, sorry hoor. Wij gingen vroeger op schaatsen naar school. Tegenwoordig sluiten ze de scholen. Ik snap daar helemaal niks van. Maar dat is nou eenmaal de manier waarop we blijkbaar in Nederland tegenwoordig met risico's om willen gaan. Ja, dat betekent dat iedere nieuwe technologie, die wordt zo streng beoordeeld. Niet alleen door de regelgevers, maar ook door het publiek zelf. Dat het verrekte lastig wordt om daar je akkoord op te krijgen. Ik zeg wel eens gekscherend, als je nu met een ontwerp naar de RDW gaat. En je laat zien, kijk eens, ik heb een hartstikke gaaf apparaat. Gaat ongeveer 300 km per uur. Er zitten 2 wielen onder en geen kreukelzones. Dan krijg je geen toestemming. Maar ondertussen rijden er 100.000 van die motoren natuurlijk al jarenlang op de weg. En volgens mij veilig genoeg in ieder geval vinden we het verantwoord. Dus dat kan nog best wel tegen gaan zitten, die risicoaversie. De hele discussie rondom de stint, ik denk dat dat de dronewereld heel erg dwars zit. Stint zit ongeveer in dezelfde categorieën, ook qua regelgeving, qua autoriteit, wie er toestemming voor moet geven, wie er toezicht op moet houden. Die hebben allemaal een vreselijke klap op de vingers gekregen na één zo'n ongeluk. Wat natuurlijk een verschrikkelijk ongeluk is. Alleen het uitvoersel daarvan heeft een enorme hoeveelheid innovaties de nek omgedraaid. En niemand durft daar nu meer risico te nemen. Dus dat zou best wel nog steeds een hele vervelende factor kunnen zijn. Maar ik vind het op zich niet erg. Ik vind het best heel goed dat je eerst als technologieontwikkelaar of als sector moet aantonen dat wat je doet, dat het wel veilig en verantwoord is. En dat je niet zomaar met een in elkaar geknutseld bouwwerkje van Meccano, Lego en plakband het luchtruim ingaat. Dat vind ik ook wel weer terecht. Stel dat er in de toekomst, ondanks alle proeven, geen operaties van de grond komen in Nederland. Dan hoeft dat volgens Space 53 trouwens geen weggegooid geld of verspilde energie te zijn. Je kan misschien wel denken dat het voor Nederland niet heel veel toevoegt. Maar er zijn wel andere markten in Europa en daarbuiten waar het wel heel veel toevoegt. En het zou natuurlijk zo kunnen zijn dat je hier iets ontwikkelt wat je vervolgens kan exporteren. Onze omstandigheden zijn ook wel heel ingewikkeld. Nederland is natuurlijk maar een klein land met een hele hoge bevolkingsdichtheid. Veel steden, veel infrastructuur. Er is altijd wel een snelweg in de buurt. Er is altijd wel iets van een groot infrastructureel iets in de buurt waarvoor je weer extra voorzorg moet treffen. Waardoor als je dus met zo'n product bezig bent al heel snel in een situatie komt dat het complex wordt, dat het ingewikkeld wordt. En als je dat dan goed kan afhandelen, ja, dan lukt het je ook wel, zeg ik maar even gekscherend zonder dat ik er al te veel ervaring in heb, maar dan lukt het je misschien ook wel makkelijker in Frankrijk, in een ruraal gebied, waar je wat minder van dat soort omstandigheden hebt. Maar toevallig komt er dan net een vliegveld in de buurt, met een misschien is het wel een gecontroleerd vliegveld, met een zone eromheen. Ja, als je daar dan geen ervaring mee hebt, terwijl ja, als je hier in Nederland doet, ontkom je er bijna niet aan. Er is altijd wel een vliegveld of een vlieggebied in de buurt. Het team van Medical Drone Service trekt 3 jaar uit voor het onderzoek. Vorig jaar werd begonnen en inmiddels is het testtraject halverwege de tweede fase. Daarin worden delen van routes gevlogen voor medische partners boven dun bevolkt gebied. In de volgende en laatste fase moeten dan complete routes, inclusief vluchten, over bevolkt gebied worden gemaakt.